Wanneer komt je eerste single echt uit in Nederland? Die is al gereleased, 7 mei. Dus nu begint een beetje iedereen het op te pakken. Net zoals dat Aniek het dan heeft opgepikt. Dus ja, er gebeurt heel veel de laatste tijd. Het is echt een rollercoaster. Ik heb toevallig vorige week mijn debuutsingle in Cannes op het filmfestival gezongen. Het was echt mega vet. Een hele coole ervaring. Was in een grote villa tijdens modeshows. Dus dat was eigenlijk mijn primeur. Dit is de allereerste keer dat ik ook in Nederland optreed met mijn debuutsingle. Dus ze heeft de primeur. Het was gewoon toevallig dat ik in Cannes kon optreden. Ik kwam op mijn pad. Ja, dan grijp je die kans natuurlijk gewoon. Maar ik focus me zeker nu gewoon op Nederland. En ja, als er iets gebeurt in het buitenland, tuurlijk, dat doe je dan gewoon. Waar komt dit vandaan? Maar vaak als je dat soort dingen hebt, dan zijn de mensen al wel heel lang ermee bezig. En dat net zoals ik ben echt al jaren bezig. Dus ja, nu ben ik er. Maar ik ben al mijn hele leven met zingen bezig. Hey, en hoe vind jij nou de vergelijking die ze maken met de Nederlandse Lady Gaga? Ik moest heel hard lachen en ik vond het eigenlijk ook wel een groot compliment, maar... Ik ben natuurlijk gewoon Susanna Kay en ik hou van mode en ik hou van muziek. En die combinatie heeft Lady Gaga ook, dus waarschijnlijk dat ze het daarom dacht. Maar ja, je hebt het wel gehoord net, ik heb wel echt een andere sound. Ik wens je ontzettend veel plezier. Ik heb nogmaals van je genoten. En ik wens je alle geluk in de toekomst toe. Heel erg bedankt.